Ja, daar sta ik dan, als burgemeester van de gemeente Sluis in deze crisistijd met corona. In een tijd waarin er heel veel over jullie heen komt aan informatie. En toch wil ik vandaag via deze boodschap het een en ander met jullie delen. Ik ben afgelopen week natuurlijk, het was een hele hectische week, met heel veel mensen in contact geweest. Ik heb gebeld met mensen die ziek zijn, mensen die eenzaam zijn, die thuis zitten in isolatie, maar ook met ondernemers die het moeilijk vinden om het hoofd boven water te houden. Ik kwam zojuist kinderen tegen die zeggen, goh, wij missen de mogelijkheid om zomaar met vriendjes en vriendinnetjes te spelen. En sommigen missen zelfs de school. Maar er zijn ook heel veel mooie dingen. Als we kijken naar het onderwijs, hoe zij het hebben opgepakt om met lespakketten de leerlingen goed van onderwijs te kunnen voorzien. Ook op een digitale wijze vaak. Hoe verzorgenden zich inzetten in acute zorg, maar ook in zorg voor naasten. Hoeveel creatieve ideeën er naar boven komen bij inwoners om hele mooie dingen te doen. En daarvoor, lieve inwoners, wil ik jullie danken. Want dat is toch heel mooi dat we dat zien en dat we dat ook vast weten te houden. Gisteren, maandag 23 maart, is er vanuit de Rijksoverheid extra maatregelen afgekondigd. Een van die maatregelen is dat je als burgemeester kan gaan handhaven. Maar beste mensen, ik hoop toch dat dat niet nodig is. Dat u zelf nadenkt over wat de consequenties kunnen zijn van het gedrag. Dat jullie zelf nadenken, hoe kun ik het goede doen? Hoe kan ik de goede afstand houden? Nou, en een heleboel meer. Ik ben er vast van overtuigd dat het moet gaan lukken. Ik wens jullie daar natuurlijk ook heel veel succes mee. Ik hoop dat we elkaar dan ook heel snel weer gezond de hand kunnen schudden. En dat we met elkaar feitelijk in gesprek kunnen gaan. Goede gezondheid toegewenst en hopelijk tot heel snel.